Ziek zijn kun je nu eenmaal niet plannen. Dus ook in de zomer zijn huisartsen druk. In de Achterhoek speelt dit probleem al langer. Het aantal huisartsen is wel hetzelfde, maar je merkt dat de gemiddelde leeftijd stijgt. En als je ouder wordt, dan krijg je ook meer kwalen. Dus er is meer zorgvraag, zoals we dat dan noemen. Ook de dokter heeft recht op vakantie. Er zijn 4 artsen werkzaam in onze praktijk. En die willen alle 4 eigenlijk wel in de zomer op vakantie. Op de valreep heeft de praktijk huisarts Kader Kaplan kunnen aannemen. Ze woont in het buitenland, maar is deze zomer in de Achterhoek. Ook zij merkt dat huisartsen in de regio om ondersteuning zitten te springen. Heel erg, ja. Want ik heb meerdere aanbiedingen gekregen vanuit de hele regio. En het was lastig kiezen, maar uiteindelijk toch wel een locatie uitgekozen wat dicht bij huis was. En zodoende ben ik hier terechtgekomen. Nou, goed. Wetenschap ermee en tot ziens. Hè? Dag. Voor patiënten is het fijn dat er een vaste vervanger is. De patiënten merken er gelukkig helemaal niks van. Maar dat lukt lang niet overal. Daarom moeten er voor de toekomst ook echt meer huisartsen naar de Achterhoek komen. De plannen zijn er al. Wat we gaan proberen is de jonge dokters in een veel vroeger stadium naar de regio te krijgen. En we gaan het nu zo organiseren dat je alle stages in de Achterhoek kunt lopen. En nou, we zijn ervan overtuigd, als mensen dat eenmaal gedaan hebben, dan willen ze nooit meer weg. Dokter Brenninkmeijer kan deze zomer in ieder geval op vakantie. Ik ga fietsen in Bretagne en ik ga zeilen in Friesland. Mijn vakantie komt later, ja.